Welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor dinsdag 30 januari alweer. Dus bijna het einde van de maand 2024. We gaan kijken welke boodschappen we mogen ontvangen voor aankomende dinsdag. En ik ga beginnen met de engelennummers. En kijken welke nummers significant zijn. Welke nummers we vaker kunnen zien. En het kan zijn dinsdag, het kan vandaag zijn, het kan woensdag zijn. Of in de rest van de week, deze komende periode. We hebben onder op dek nummer 2. Dus je kunt vaak nummer 2 zien, overal waar je eigenlijk getallen, cijfers ziet. You have great talent for finding solutions. Dus je hebt een groot talent om oplossingen te vinden. Your intuitive and unbiased nature allow you to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome. Dus je bent heel erg intuïtief. Ja, je hebt een bepaalde talent om alle kanten van de situatie te zien. En anderen daarin op een hele eerlijke manier te adviseren. De boodschap is, I am diplomatic. Ik ben diplomatiek. Universum, welk cijfer mogen wij nog meer ontvangen? Engelen. Wat zijn de getallen, de cijfers voor dinsdag 30 januari 2024. En ik moet zeggen, tijdens het voorschudden van de orakelkaarten is er geen enkele kaart uitgevlogen. Ik ben benieuwd welke boodschappen er tevoorschijn komen. Ja, we hebben al één kaart. Nummer 9. Enkele cijfers ditmaal. 2 en 9. It's your compassion that makes you shine. Het is je compassie die jou laat schijnen. You are devoted to helping the greater good and have a strong talent for speaking up for others. Dus je bent voorbestemd om veranderingen aan te brengen voor het hoogste goed, een hoger doel. En je hebt een heel groot talent om ook voor anderen op te komen. Your soul is most satisfied when you are being of service. Dus je ziel is het meest tevreden wanneer je anderen ook kunt helpen. En de boodschap is, I am compassionate. Ik heb compassie. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen we nog meer ontvangen voor dinsdag 30 januari? En weer een enkel cijfer, het cijfer 1. You are a self-starter with very innovative ways of creating opportunity. Dus je bent een zelfstarter met hele innovatieve manieren om nieuwe kansen te creëren. Your determination and endurance are powerful and will help you get through rough times and reach success. Dus je vastberadenheid, je volhardendheid, je volhouden ook, zijn heel erg sterk en zullen je helpen om door moeilijke tijden heen te komen en succes te behalen. I am innovative, dus ik ben innovatief. En dan nog één kaart, één nummer, één getal. 2, 9 en 1 hebben we dus. Nog één getal, engelen. Dat is het laatste getal dat we mogen ontvangen voor dinsdag 30 januari 2024. Welk getal mogen wij ontvangen? En weer een enkel cijfer, het cijfer 7. You possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mysteries. Dus je hebt een hele, een bepaalde mindset. En je wilt diep gaan om de mysteries van het leven te onderzoeken. Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. Dus je hebt een hoger bewustzijn dan de meeste andere mensen in je omgeving. En dit komt doordat je zowel op het gebied van de informatie, dus het fysieke kennis hebt, maar ook op spiritueel vlak. En heel intuïtief heb ik ook het gevoel. Spiritueel, de 7 is een cijfer van de spiritualiteit. I am brilliant. Ik ben briljant. En dan hebben we onder op het dek een dubbel cijfer liggen en dat is cijfer nummer 26. You have a desire to succeed and will feel most accomplished when you work benefits others. Dus echt, het heeft iets met werk te maken. Je wil echt ook andere mensen helpen. Andere mensen adviseren. En dat kwam ook bij de andere boodschappen eigenlijk naar voren. Your intuitive awareness of what people want allows you to come up with innovative solutions. Dus weer dat innovatief zijn wat we hier hebben.
to meet their needs. Dus wat een ander nodig heeft, daar kun je heel goed op inspelen. En het heeft te maken met je, ja, je intuïtieve bewustzijn. Of ja, en dan gaat het om wat people willen. Wat mensen willen. Je kunt daar heel goed op intunen. Met deze kaart nummer 26. En ik zet hem hier erbij. Dan heb ik voor jullie het sterrenlicht orakel geschud. En de boodschap die we hebben onder op het dek na het voorschudden op de energie is opengebarsten. En neem alleen weer datgene mee wat resoneert voor je. Probeer het niet je verhaal te maken als het dat niet is. En ga geen verkeerde conclusies trekken. Dus kijk hoe het kan resoneren. Dat kan één boodschap zijn, twee boodschappen, meerdere boodschappen. En de boodschap van deze kaart, opengebarsten rotsbodem. Rock bottom. En dat zag ik net ook met de zwaarde 10 die onder op het dek ligt. Van een van de tarot decks. Rock bottom. Je overgeven aan het geheim van het leven. En ik ga die boodschap erbij nemen. Rotsbodem. Ja, dit is ook een rotsbodem. Iets wat hard is, wat opengebarsten is. Je overgeven aan het geheim van het leven. Universum, wat is de boodschap voor dinsdag? Even kijken. Laat je niet op de kop zetten door het gewicht en de dichtheid van de wereld. Integendeel, laat het je meer gevoel van thuis geven. In je lichaam, in het centrum van je leven. Door de uitzonderlijke druk van de beproevingen van het leven ontstaan de diamanten. In de donkerste tijden ontwikkelen we juist het geloof en gaan we weer licht zien. Juist door de kleine dingen kunnen we onze wonden laten genezen. Laat de pijn, spijt en verliezen je maken en niet breken. Laat het geheim van het leven je verdriet in goud veranderen. Stel je toegankelijk op, open je helemaal. Juist in moeilijke tijden kun je sprongen maken en grenzen verleggen op een manier waarover je alleen maar had kunnen dromen. Maar eerst moet je worden opengebroken en dat doet soms heel veel pijn. Dat is natuurlijk. Of je het nu wel of niet laat gebeuren, het gaat gebeuren, dus geef je over aan het proces. Op die manier kan het licht naar binnen komen. Wanneer je je hart opent, wordt de ruimte in je ziel groter en kan er meer binnenkomen. Wanneer je ziel zich opent, wordt er een ruimte gecreëerd voor de genade van de Heilige Geest. Laat je transformeren door de beproevingen. Je verdriet, je pijn en je verliezen en je steeds meer jezelf doen worden. Blijf je openstellen voor de mogelijkheid dat het verdriet, het verlies, de spijt en de pijn niet opzettelijk kwamen, maar je overkwamen. Zegen wat je brak en je opende. Want de wereld heeft jouw openheid nodig. Geef je over aan het geheim van het leven. En de sterrenlichtzielenvraag bij deze kaart. Op welke manier kan het leven je toegankelijk maken? En juist die pijn, verdriet, moeilijke dingen waar je doorheen bent gegaan. Dit zijn ervaringen die je hebt opgedaan. En waar je dus andere mensen die misschien op dit moment door zo'n situatie gaan bij kunt helpen. Want we hadden heel sterk de energie van anderen helpen. Ik voel me goed wanneer ik anderen kan helpen. Dus maak van die zwakheden, of in ieder geval ja, die pijn, dat verdriet, maak daar een kracht van. Onder op het dek van de eerste tarotstapel hebben we de keizerin. En ja, de keizerin heeft te maken met groei, met koestering ook, moederlijke energie. Dus je kunt te maken hebben met een stier of een weegschaal. Dat is stier-weegschaal energie. Maar dit heeft alles te maken met liefde. Iets koesteren, wat groei brengt, uitbreiding. En ook creatieve ideeën die je kunt hebben, die succesvol zullen zijn. Dit is ook iemand die ja, op haar lauweren kan rusten. Wil ik niet direct zeggen. Het is niet wat ik direct doorkrijg nu met deze kaart. Maar dit is iemand die het rustig aan kan doen. Goed voor zichzelf zorgt. En ik heb het gevoel dat je het heel rustig aan echt richting een andere richting in zult slaan. En dit is iets wat echt goed voor je is. Iets wat echt leidt tot stabiliteit met die keizerin. Dit kunnen ook nieuwe zakelijke creatieve ideeën zijn. Met allerlei ideeën die je krijgt. Want we hebben hier ook dat innovatief zijn. Dingen bedenken, nieuwe zakelijke ideeën die wel eens heel erg vruchtbaar kunnen zijn. Kijk, en we hebben hier een cyclus met die wereldkaart. Bepaalde dingen die je hebt ervaren, die je hebt doorgemaakt. En die afgesloten kunnen worden. Dit is een succesvol einde. En ook weer een nieuw hoofdstuk wat gaat beginnen. De laatste kaart.
van de grote arcana. Kijk, en dit is wat je af gaat sluiten. Dit zijn allerlei ervaringen, hartepijn, verdriet, teleurstellingen, traumatische gebeurtenissen. En dit is waar een einde aan gaat komen. Iets wat je af gaat sluiten, want er is een nieuw begin met die aas van pentakels. Kijk, en hier hebben we het ook, die rock bottom, hitting rock bottom. Iemand die echt helemaal op de bodem ligt met 10 zwaarden in zijn rug. En het oordeel. Vergeving voor jezelf, vergeving voor situaties, dingen die er gebeurd zijn. Op een andere manier daarnaar kijken en dit meenemen. Dit is ook een wedergeboorte. Dus ook een aha-moment kunnen sommigen van jullie krijgen. Hoe je inderdaad alle ervaringen die je hebt meegemaakt kunt inzetten. In positieve zin, universum. Maar dit heeft ook te maken, het oordeel, met een nieuw leven starten. En vertrouw daarbij op je intuïtie. Universum. Wat is de boodschap voor dinsdag 30 januari? Dinsdag 30 januari 2024. Wat is de boodschap voor dinsdag 30 januari 2024? Dank u wel. We hebben 2 kaarten. En daar hebben we weer het verleden, die kelken 5. Vast blijven houden. Ja, dit is een energie van verdrietig voelen, teleurgesteld voelen. Dingen zijn niet gelopen zoals je graag wil. En nog steeds rouwen inderdaad over alles wat er mis is gelopen. Dit is ook iemand die gefocust is op het verleden in plaats van op de toekomst. Met de kelken 5. En er kunnen ook heel veel dingen gebeurd zijn die op dit moment nog steeds dat gevoel... Ja, je nog steeds op de een of andere manier omlaag trekken. Maar we hebben hier de koningin van pentakels en dat is iemand die hele praktische stappen zet. Maar ook iemand die goed voor zichzelf gaat zorgen. Dus je, ja, iemand die met beide benen op de grond staat. Haar middelen op een juiste manier inzet. En ik heb het gevoel dat je inderdaad je gaat focussen op hoe je die negatieve ervaringen of negatieve energieën, teleurstellingen, verdriet, hoe je dit kunt omzetten. En kunt gebruiken om andere mensen te helpen. Maar ook in je eigen situatie praktische stappen zetten. En goed voor jezelf zorgen. Ja, kijk, we hebben de kelken 8. En dat was de enige kaart die eruit vloog tijdens het voorschudden. Dit is inderdaad je terugtrekken, emotioneel terugtrekken van een situatie. Kan zijn een relatie, kan zijn een werksituatie. Kan te maken hebben met je ervaringen, je levenservaringen. Het pad wat je bewandeld hebt. Maar inderdaad goed voor jezelf gaan zorgen en dingen gaan doen die je gelukkig maken. De kelken 2. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met weglopen van een relatie waarin je teleurgesteld bent. Universum. Maar ik zie zeker een einde. Er kwamen veel kaarten naar voren die te maken hebben met een einde. Het achterlaten van een situatie of een connectie, een persoon. Universum, ik zie de zon voorbij komen. Dus ja, een soort van bevrijding, jezelf bevrijden. Maar ook spirituele ontwaking met die zonkaart. En deze liet ik eigenlijk zelf vallen. Schildknaap van staven. Dit zijn studenten, vooral die schildknaap... de schildknaap van staven. De schildknaap van staven, ja, dat zijn... alle schildknapen zijn studenten. Een nieuw begin staat voor een nieuwe start. En dit is echt beginnen vanaf nul. Dit kan ook staan voor kinderen of jongere personen, de schildknaap van staven, maar ook voor goed nieuws. Ergens zin in hebben. En het kan ook te maken hebben met iets af willen maken, iets afronden, wat er gespeeld heeft met de kelken 5. Onder op het dek hebben we de kelken 2. En dit kan te maken hebben met soulmate energie, iemand met wie je een hele sterke band hebt. Maar dit kan ook die spiegel zijn naar jezelf. Wat maakt mij gelukkig? Wat wil ik echt? Kijk, onder op het dek weer de aas, of weer, ik zeg weer, maar we hebben de aas van staven en weer de schildknaap van staven. Dus we hebben 2 keer die schildknaap van staven nu al. En we hebben hier een zwaarde 10 en een staven 10. De hoge priesteres wil eruit vliegen. Hele intuïtieve persoon.
iemand die zich inwaarts keert om antwoorden te krijgen. En ik heb het gevoel dat voor sommigen van jullie... je alleenstaand bent. Vooral gefocust op je stabiliteit, je zekerheid. Maar ook zeker op wat je wensen zijn voor de toekomst. En emotionele balans krijgen. En je kunt te maken hebben gehad met een boogschutterenergie in een relatie. Als daar een relatie is waar conflicten zijn, meningen die botsen. Een hele moeilijke periode meegemaakt en het gevoel hebben inderdaad tegen de muur te staan. Ergens niet van los te komen. En het kan te maken hebben, het kan ook een familielid zijn of iemand zijn waar je kinderen mee hebt. Je kunt zelf moeder zijn. Dus dat schept ook weer een hele sterke band waardoor je inderdaad bijvoorbeeld niet contact kan verbreken. Er is een bepaalde samenwerking nodig. Maar ik zie ook dat er een nieuwe baan of een nieuwe richting in je carrière binnen kan komen. Waardoor je, het is een hele andere richting, waardoor er veel dingen zullen veranderen. Maar wel ten goede. En dit is iets wat je heel graag doet en ik zie dan een soort van samenwerking. En het zorgt ervoor inderdaad dat je een nieuwe, je hebt er heel veel zin in. Misschien wat ongeduldig. Maar het is echt iets waar je passie ligt. Iets waar je van houdt om te doen. En iets wat er tegelijkertijd ook voor zorgt dat je financieel kan voorzien. Universum, waarom ligt hier de kelken 2? En het is dus ook iets waarbij je andere mensen kunt helpen. Op de een of andere manier. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren zijn. Kelken 2. Kijk, de gehangene. Een kaart van de dingen heel anders gaan zien en vooruitgang. En dit is die determination die we hier hadden, dat volhouden, controle nemen, vastbesloten, vastberaden zijn. Na een periode waarin er misschien wat vertraging is geweest, wat stagnatie is geweest, waar je het gevoel had vast te zitten. Ik heb het gevoel dat er voor sommigen van jullie dat je echt zoiets had van ik zit vast in een bepaalde situatie en ik zie geen uitweg. En daar gaat nu beweging in komen. Je gaat zelf die controle nemen. Ja, kijk, we hebben het over controle nemen. De koningin van staven. Dus ramleeuw-boogschutter energie. Met die schildknaap van staven hebben we ook ramleeuw-boogschutter. De koningin van pentakels is aarde-energie. Stiermaag steenbok. En we hebben hier met de zegenwagen kreeft-energie. En met de gehangene vissen-energie. Ja, de controle nemen. En jezelf niet meer opofferen voor anderen. Je bent misschien lang blijven doorgaan in een bepaalde situatie met het idee van voor de anderen om me heen is het misschien beter. Maar ik zie je dus nu echt voor jezelf kiezen. Zelf die controle nemen. Zelf zorgen dat die balans er komt. Je gaat op een andere manier naar de dingen kijken en je wil het goede doen. Ja, daar gaat grote positieve veranderingen plaatsvinden. Ik zie de wereldkaart weer. Dus een bepaalde cyclus ga je afsluiten op een hele positieve manier. Er komt positieve veranderingen en zelf die leiding nemen om structuur aan te brengen. Beslissingen nemen. En een nieuwe start. En het is toch wel iets waar je stress van hebt op de een of andere manier. Iets wat onrust veroorzaakt. Iets waar je je zorgen over hebt gemaakt. Maar ik zie je dus inderdaad luisteren naar je hart, naar je intuïtie, naar je gevoel. En daarin praktische stappen zetten met die koningin van pentakels. Universum, waarom ligt hier de kelken 5? Wat is het wat je zo diep heeft geraakt, teleurgesteld? Oeh, we hebben de duivel. Het
kan staan voor een bepaalde persoon of situatie. Iets wat ongezond is voor je. Toxische relaties. Iets waarvan je weet dat het niet goed is, maar waar je toch... waar je misschien iets wat een bepaalde controle heeft. Het kan ook staan voor bepaalde verleidingen, verslavingen, ongezonde patronen waarop steeds terug blijft keren, ronddraaien in een bepaalde cirkel. En ik zie dat je dat nu gaat afsluiten. Universum, waarom ligt hier de kelken 5? Het kan ook een persoon zijn. We hebben dus die steenbok-energie met de duivel. Waarom ligt hier de kelken 5? En het kan ook staan voor ego. Of misschien wel te veel controle willen houden over een situatie. Weer een schildknaap van pentakels. En dat is dus echt die student. Het kan te maken hebben met een opleiding volgen, een studie volgen. Voor sommigen van jullie ga je een studie oppakken die je hebt onderbroken. En dat kan iets zijn waar je nu over aan het nadenken bent. Maar ik zie ook direct actie. Onderweg zijn. En het kan zijn dat je een tijdje gestopt bent. Dus ja, een tijdelijke pauze hebt genomen met die gehangenen. En dat je nu weer volle moed gaat starten hiermee. Om iets af te maken. Universum, waarom ligt hier de duivel? Waarom ligt hier de duivel? We hebben een ridder van kelken. Waarom ligt hier de duivel? De ridder van kelken. En de kelken 4 onder op het dek. Ja, ik heb het gevoel dat dit ook met een relatie te maken kan hebben. Of een werksituatie. Kijk hoe het resoneert. Maar ik krijg nu een relatie door iemand die zijn kelk heeft aangeboden. Misschien allerlei beloftes ook heeft gemaakt. Maar dit is geëindigd in een teleurstelling. In een soort van afwijzing. Je voelt je afgewezen. En dit heeft te maken met iemand waar er een verleden mee is met die pentakels 7. De pentakels 7, dit zijn zaadjes die geplant zijn. Dus dit is iets waar je in geïnvesteerd hebt in het verleden. Iets waar je veel in hebt gegeven. Veel tijd aan hebt besteed. En het kan natuurlijk ook zijn iets opbouwen op het gebied van carrière. Maar iets wat je nu toch zult moeten loslaten. En ik zie dus dat er een nieuwe kans geboden gaat worden. En zorg ook dat je die kans ziet. Het kan een hele mooie kans zijn. Waarom ligt hier de koningin van pentakels? Aas van zwaarden. Helderheid. Beslissingen nemen. Ja, echt een knoop doorhakken. Maar ook echt die helderheid krijgen en communicatie. En dan hebben we de zwaarde 10. Ja, dit is echt een einde. Inzichten kunnen het ook zijn, ideeën met die aas van zwaarden. Hoe je, zoals ik zei, je ervaring, je teleurstellingen kunt meenemen. Hoe je daarmee een ander van dienst kunt zijn. Maar ik heb ook het gevoel dat er communicatie gaat binnenkomen. En dat kan van iemand zijn die belangrijke beslissingen maakt. Iemand die werkt voor autoriteiten. Dat kan een rechter zijn. Het kan ook te maken hebben met gezondheid voor sommigen van jullie. Het kan een dokter zijn. Dit kunnen mensen zijn die een uniform dragen. Ja, justitie. Maar iemand die, het kan een zelfstandig ondernemer zijn, een leidinggevende, echt een soort van baasfiguur. Iemand die respect geniet. Maar iemand die ook de controle in handen heeft. Iemand waar mensen naar opkijken. Maar ook iemand die zijn omgeving beschermt, zijn geliefde beschermt. Een hele beschermende energie. En dit kan een oudere man zijn. Oudere mannelijke energie. Een vaderfiguur. Dus je kunt te maken hebben met een, zoals ik al zei, met iemand waar je kinderen mee hebt. Want ik zie dat je wel open staat voor communicatie. En ik heb het gevoel dat deze reading is voor
Dus ja, iemand die single is, een alleenstaande persoon. En het kan vrouwelijk zijn, heel sterk, maar het kan ook mannelijk zijn. En je kunt ook een alleenstaande moeder zijn. En ik zie je dus inderdaad beslissingen nemen om iets achter te laten. Heel logisch, hoofd over hart beslissingen nemen. Praktisch zijn. En hier is ook, ik ben diplomatiek. Dus je gaat een bepaalde oplossing voor een situatie vinden om je te, ja, om die situatie te verbeteren of achter te laten. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? Wat is het, die doorbraak die er gaat komen? Wat is die doorbraak, die aas van zwaarden? En ook met die zwaarden 10. Ja, deze persoon ligt op de grond met 10 zwaarden in zijn rug. Dus de enige weg is nog omhoog. Omarmen van nieuwe kansen, mogelijkheden, zegeningen die er binnen zullen komen. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? En het kan zelfs zo zijn dat je je ervaringen gaat omzetten en gaat gebruiken in je carrière. Waardoor je er ook nog een stabiele basis voor jezelf mee creëert. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Want de koningin van pentakels is iemand die heel succesvol is. Alles goed weet te managen. Aas van zwaarden. Dus privéleven, werksituaties, ja, de thuissituatie. We hebben de aas van zwaarden wordt verklaard door de zwaarde 9. Ja, dat is die energie van een nachtmerrie die maar voort blijft duren. Het gevoel hebben, ja, ik sta tegen de muur, wat moet ik nou doen? Ook wat meer zorgen maken dan nodig is. Heel erg in je hoofd zitten. En dan hebben we weer heel mooi die wereldkaart. En de doodkaart. En de doodkaart is ook wedergeboorte. Dit is iets afsluiten, een einde. Maar ook weer een nieuw begin. Grote verandering. Een grote transformatie. We hebben dus stier, leeuw, schorpioen, waterman energie. En nogmaals schorpioen. En dan hebben we het oordeel. Ja, dit is echt een hele duidelijke boodschap. Het heeft te maken met het verleden. En in je hart weet je wat je te doen staat. In je hart weet je wat je wilt doen. En dit heeft ook te maken met ineens, ja, het kwartje valt. De Phoenix Rising, een wedergeboorte. Een nieuwe start. En compassie hebben voor jezelf, voor de dingen die er gebeurd zijn in het verleden. I am compassionate. Juist die dingen die je hebt meegemaakt, zorgen ervoor dat je op dit moment bent wie je bent. En dit geeft je een bepaalde kracht. En dit heeft ook ervoor gezorgd dat je bepaalde talenten ontwikkeld hebt. Waarom ligt hier de schildknaap van staven? De schildknaap van staven. En we hadden ook voor de weekboodschap dat omarm je eigen uniek zijn. En je hebt misschien het gevoel, ja, ik pas niet precies helemaal in het plaatje. Want je hebt dat extra, dat randje. En het heeft te maken met alles waar je doorheen bent gegaan. Of hoe je bent opgegroeid. Of welke, ja, in welke milieu. Je hebt van alles meegemaakt. Het is eigenlijk een reading voor iemand die heel veel levenservaring heeft opgedaan. En heel veel heeft meegemaakt. Heel veel ook obstakels, problemen op zijn pad heeft gehad. En, maar je hebt juist dat extra randje. En dat is wat je ook uniek maakt. En de schildknaap van staven wordt verklaard door de kelken 2. Weer die soulmate energie. Waarom ligt hier de schildknaap van staven? De kelken 8. En de pentakels 6. Voor sommigen van jullie gaat iemand terugkomen. Ja, een soulmate energie, een vriendschap kan het zijn. Het kan iemand zijn waar je een relatie mee hebt gehad.
Het kan iemand zijn die komt met een boodschap waarin hij of zij uit gaat leggen waarom een situatie beëindigd is. Waarom iemand de connectie heeft verlaten. Het kan iemand zijn die in het verleden jullie connectie heeft verlaten. Omdat er tijd en energie ergens anders ingestoken werd. En dit kan iemand zijn die onderweg is naar je. En dat kan een langere periode zijn geweest dat er misschien weinig of geen contact is geweest met deze persoon. Maar dat is wel iemand die ergens spijt van heeft. En het op de ene manier goed wil maken. En het kan zijn goed maken in de zin van zorgen dat er balans komt en iets kan afgesloten worden. Want er is hier ook zoiets van iets is nog niet helemaal beëindigd. En ik zie dat er stappen gezet gaan worden, waardoor inderdaad iets compleet wordt, waardoor iets zal eindigen. Waardoor je niet meer in die fase van stagnatie, van wachten, ergens op wachten, ergens in blijven hangen, het gevoel hebben vast te zitten. Dat is wat hier achtergelaten gaat worden. En daarin heel diplomatiek zijn en praktische stappen zie ik jullie zetten. Ja, dus dit is de boodschap. Dit zijn de boodschappen die jullie mogen ontvangen voor morgen. En ik hoop dat je daar wat uit kunt halen voor jezelf. En ik wens jullie een hele mooie dag toe. Tot de volgende keer. Dag!